Lieve mensen, een hele goede middag bij de Grote Mars in Rotterdam. Allemaal welkom. We gaan er een mooie middag van maken. We hopen dat er nog meer mensen komen. Iedereen die kan komen, kom alsjeblieft. We gaan dadelijk beginnen. Ik ga dadelijk nog een woordje doen. Het is heerlijk weer en ik ben heel trots en blij dat we eindelijk ook mensen hebben. Het is onze eerste mars en echt kikker gewoon. En ik ga dadelijk weer een woord spreken achter op de wagen. Dus jullie gaan ook taal horen. We zien het wel. We gaan er een mooie middag van maken. We weten allemaal waar we het voor doen en we blijven doorgaan. Tot dadelijk. De maatschap is. Stop met de elektrische auto's, want het is helemaal niet goed voor de natuur. Stop met de gedrijf en de stikstof klimaat. Houd je aan, mensen! Wil je de kijkers wat zeggen, Sonny? Ja hoor. Zo, daar zijn we dan weer in Rotterdam. En eindelijk gaat het gebeuren. Er zijn weer mensen aangesloten. We gaan een einde maken aan dit toneelstukje. Weg met al die leugens. Weg met al die... Gewoon weer wat het voorheen was. Weer een normaal leven. Vrijheid. En geen pesterijtjes van Klaus Schwab. Want dat is de man. En ook geen prikjes meer halen. Want de directeur heeft bekend van Pfizer dat de prikjes niet veilig waren. Jullie zijn in de val gelokt. Help je medemens en red elkaar. Red wie je kunt. En neem zoveel mogelijk vitamines, want dat helpt er tegen. Precies. Sonny, kun je de kijkers uitleggen wat dit betekent, de Zwarte Toren? De Zwarte Toren is het schaakstuk van de bekende schakers. Iedereen kent het wel. Sommigen vinden het moeilijk, moeilijker als dammen. Maar de toren zorgt ervoor dat de koning schaakmat staat. Normaal gesproken lukt het met één toren, maar je moet nog een tweede hebben. Nou, en dat is dus de Zwarte Toren. Maar nu gaat het spel anders. Nu mag je ook ambtenaren schaakmat zetten. Dus bijvoorbeeld Klaus Schwab mag je schaak zetten. Je mag bijvoorbeeld Rutte schaak zetten. Dus niet alleen koning Willem-Alexander, maar ook dus ambtenaren. Dat is het nieuwe schaakspel. Ja, dat is goed nieuws, toch? Ja, dat is heel goed nieuws. En ook politiemensen mag je schaakmat zetten, want die mogen hun schaak niet zetten, zeg maar. Oh, horen jullie dat? Dus die kunnen ook rekenen dat ze de regels niet mogen overschreden van het spel. Ja. Dus als ze mij bedreigen, dan staan ze schaak en dan moeten ze op afstand blijven. Oké, Sonny, hartstikke bedankt en tof dat je er bent, lieverd. Ja, zeker. Jij ook? Ik ga heel even... Ja, dat is goed. Ja? Succes! Dankjewel, en tot zo. Tot zo. Kijk nou, hij staat. Kijk nou, die staat hier gek. Ik ga met mijn hondje. Ga je mee? We gaan naar huis. Hey, van Leo af. Waarom ga je met de stok bij staan? Je steekt met die stok. Ik wil naar mijn auto. Leo. Zag jij wat hij deed? Ja, ik zag. Hij is de hele tijd aan het opruien, die meneer. Leo. Ja, ja, ik moet. Hij is er niet bij. Nee, want ik ga de baaien zien. Als ik weer moet. Maar ik ga de baaien zien. Deze man gaat de baaien zien. Ik bedoel, hij staat zich op te vreten. Waar is, het voor nodig? Ik weet het niet. Wees nou relaxed, joh. Die mensen zijn allemaal relaxed. Dan ga je toch niet met een stok lopen prikken? 2,5 jaar vrede, lieverd. Jij. Oh, ben jij dat? Jij is nou van 67. Ja, oh, dat was hem. Jij de avondlaaien, je moet je kapot schamen, man. Hij staat hier de hele tijd. Als je dat zegt, is prima, maar je gaat in je vrouw de 67 slaan, of wel? Schaam je fucking kapot gewoon. Echt waar. Echt, schaam je kapot. Ja. Schaam je kapot. Niet schaam. Ik zeg wat hij daarin. Ja. Hij zal de tijd opwijzen. Ja, dat zeg ik. Ik hou hem de hele tijd in de gaten. Is een verschrikkelijke man. Wordt tijd dat hij naar de kapper gaat. Ik ook. Even samen. Onvoorstelbaar. Dan moet ik solo. Schat, moesten we niet naar de zijkant?
Patiler, uyanın! Bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yeter hafta Kur'an'ı yakmaya takıp Müslüman halkını Hollanda halkıyla karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Uyanın! Bizi ezmeye çalışıyorlar. Aşı yalanları, pandemi yalanları, hiçbir tanesini kabul etmeyin. Sağlık Bakanı her şekilde hamle yalan söylüyor. Hey hey hey! Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Jongens, doe normaal. Doe normaal. Goed zo, mevrouw. Blijf de lijn gaan. Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft, niet doen. Niet doen. Niet doen. Niet doen. Arjen, het is er niet waard. Alsjeblieft. Hoi, Steffi. Alsjeblieft, niet doen, oké? Okay? Ja? Omdat jij zegt. Dankjewel. Buitensporig geweld weer. Buitensporig geweld. Ik sla niemand vrienden. Hey, 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 hey! Zeg de stoel nog even bij jou. Hey, hey, hey! Hallo! Yo, doe nog! Oh mijn god! Mensen, oh mijn god! Rinas! Gaat het, Rines? Gaat het? Mensen, deel dit. Buitensporig geweld van politie weer. Hij begon met meppen. Deel dit, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Niks aan de hand en hij begint te meppen. Max. Rob, waar ben je? Deel dit. Delen. Machtsvertoon van politie bij dit. Delen. Hoi. Delen dit. Even niet. Op politie, waanzin! Max. Rustig, oké, okay, rustig. Luidje achter het volk! Oké, okay, deel dit. Maar ik wil niet dat hij gearresteerd wordt. Zo zie je maar weer dat de politie onder leiding van de burgemeester ook probeert te provoceren. Het zijn niet de politiemensen zelf, maar de mensen die ze aansturen. Maar ik wil gewoon niet dat hij gearresteerd wordt. Je bent een topper, ja? Kijk. En het is een goed hart. Met respect. Ja? Mag, wil je op de lijst? Mag ik op de lijst zitten? Ja, wil je. Ja. Deze lieve mevrouw wilde Max beschermen. Wilde Max rustig houden. Dankjewel, je bent een topper, ja? Ik spreek je zo nog even, ja? Ja? Het is niet persoonlijk, ik bedoel, weet ik zeker. Nee, het is gewoon een kutpolitie. Ja? Het is gewoon een kutpolitie. Gaat het? Ja, die gozer hand aan het knijpen en zo. Moet vies tegen mij gooien. Ja, een andere weg hebben nu, hè? Ja. Het gaat even met vies omgooien. Ik moet even slaan, We willen je allemaal beschermen. Dat hoeft niet. Ik doe mijn eigen ding. Oké, maar ik let op je. Nee, maar niet met een live. Ik hoef je niet te filmen. Achteruit. Ja, we gaan achteruit. Achteruit. We gaan achteruit. Achteruit.
We gaan achteruit. We gaan. We staan hier. Het is goed. Waar is je respect, jongen? Het is goed. Waar is je respect? Ja, het is goed. Wat is je dienstnummer, jongen? Achteruit. Jongens, kom op. Anders loopt het uit de hand. Daar hebben we allemaal geen zin in. Ja, inderdaad. Stil. Jullie hoeven niet hun op te volgen, maar wij zijn stil. Hun zijn waar bezig. Ik wil alleen niet dat het uit de hand loopt. Wij zijn niet waar. Wij doen niks. Wij doen niks. Dus geen paniek creëren. Nee. Ja, het is niet waar je denkt. Waarom dit machtsvertoon eigenlijk? We doen niks verkeerd. We doen niets verkeerd. Nou, die agent is niet aanspreekbaar. Hij staat helemaal klaar om te gaan slaan. Hij is volgens mij ook de enige wat zo opgefokt is. Die hier nou in ieder geval zichtbaar zijn. Mag ik even iets zeggen? Beter een ander dan, want hij... Mag die man erdoor, die moet naar het ziekenhuis met zijn vrouw. Ja, en zo aan de kant, vaccinatiebijwerkingen, denk ik. Laat die auto even langs. Kom maar. Maxi is veilig. We hebben hem net proberen rustig te krijgen. Hij zit hoog in zijn emotie, maar ik denk wel dat hij nou rustig is. Hij is in ieder geval veilig. Hij loopt aan die kant. De politie staat hier nog. Dus... Max is weg, mensen. Max is veilig. Max is nou niet meer hier. Hij loopt nou die kant op. Ik ben er naar hem toe gegaan. Gezegd dat hij rustig moet doen. Hij zit hoog in zijn emotie. Ja, maar hij is veilig. Dus stop met zeggen... Hou Max veilig, hou Max weg, want hij is veilig. We hebben ons best gedaan, ja? €500 en om zoveel je eigen burgers in elkaar slaan. €500. Ik loop met je mee. Maar kijk! Ja, ik loop met je mee. Echt?
Echt niet normaal! Ik probeer lopen. Hey, normaal! Lopen! Ik probeer uit te helpen jullie! Maar als je zo doet, ik loop door. Laat hem alsjeblieft. Met een rode pot op die lui. Ja, ook daar. Maar we lopen toch! We lopen toch! Kijk, ik zit hier al vanavond. Ze op dan. Durven jullie niet? Kijk wat je doet, hoe moet ik gaan werken? Kom maar lopen jongens. Kijk, ik zit hier al vanavond. Ik liep toch, ik heb geen blessure, ik kan niet snel lopen. Ja. Lieve mensen, ik ben jullie zeer dankbaar en ik hoop jullie gauw weer te zien. Wij blijven doorgaan wat er ook gezegd wordt. Mijn dank is heel groot mensen, we gaan nu stoppen. Hey, ik moet de demo wel open. Stop politie geweld! Stop politie intimidatie! Hé, hey, dadelijk ben ik hem kwijt! Stop de boeren geweld! Stop het intimideren! Ga werken voor je geld! Stop met de onderdrukking van het volk! Wij zijn vreedzaam, wat zijn jullie? Wij zijn vreedzaam, wat zijn jullie? Ga naar de vechtschool! Ga een vechtschool doen! Laat het volk met rust! Als je niet kan beheersen, ga dan ander werk zoeken! Ga op het kantoor werken! Maar laat ons met rust, ja! Karma komt ook voor jullie! Karma komt voor iedereen! Jullie zijn geen baas over ons! Wij zijn baas in dit land! Het volk! Waakzaam en dienstbaar! Nederland is de burgerpolitie! Wij zijn niet bang voor jullie! Jullie zijn niks voor ons! Als je geen respect hebt voor ons, heb ik ook geen respect voor jou! Hou je knuffel vast! Ga lekker naar de vechtsport! Maar niet op straat tegen vreedzame burgers! Andere mensen! Schaam je kapot! Schaam je kapot! Wat wou ik nou zeggen? Vrijdagavond staan we weer om 7 uur de Coldsingel.